Philips Hilversum bestaat volgend jaar 30 jaar. In 2018 dan zullen we een lustrum vieren. En dan van speciale wedstrijden of van wat andere activiteiten voor de leden. Wij hebben schutters van dichtbij en ver weg. We hebben een aantal Duitsers die hier komen schieten. Die hier ook lid zijn. Het is een schietvereniging. Iedereen die in Nederland een wapen mag hebben, mag hier komen schieten tijdens de openingstijden. Ja. De sport op zich is absoluut niet gevaarlijk. De wapens die doen niks op zichzelf. De persoon die het wapen in handen heeft, die doet wat. Voordat je lid wordt, mag worden van een vereniging, ben je een half jaar aspirant lid. Daarin word je opgeleid om veilig met een wapen om te gaan. Daarna volgt er een gesprek door een soort toelatingscommissie. En aan de hand van dat gesprek wordt bepaald of je volwaardig lid mag worden of niet. Op het moment dat je lid wordt van een schietvereniging, dan schiet je met wapens van de vereniging, de verenigingswapens. Als je jeugdlid bent, je bent 14 jaar, dan mag je schieten. Wij zouden dat graag naar beneden brengen, naar een jaar of 12. Op het moment dat we kinderen met een wapen om kunnen gaan, wat veilig is, met een instructeur erbij, om ze in aanraking te brengen met de schietsport. We zijn een vereniging met een schietaccommodatie. En daar is een groot verschil tussen een schietbaan. Als je een schietbaan bent, dan kun je wapens verkopen. Maar daar heb je heel andere vergunningen voor nodig, heel andere opleidingen voor nodig. En wij zijn dus puur voor onze leden, zijn wij. En wij hebben wel een fantastische accommodatie die ongelooflijk groot is. En waar heel veel mogelijk is. En dat hebben de meesten weer niet. En dan wordt het gewoon allemaal commercieel geregeld. En wij zijn er puur, ons bestaansrecht is onze leden. Het hele jaar door kan er geschoten worden. Natuurlijk, het kogelgebeuren is binnen, dus dat is makkelijk dat het hele jaar gaat. Wij hebben een aantal banen zijn bij ons verlicht, dus 's winters kan er ook geschoten worden. Weliswaar niet in die mate als zomers, maar we hebben vier banen die gewoon verlicht zijn, zodat er ook met verlichting geschoten kan worden. Ik ben er heel gelukkig mee dat we zien dat er gezinnen komen schieten. Dus vader is lid, moeder is lid, de kinderen zijn lid, die schieten met elkaar. Vader is lid, dochter is lid, moeder komt ook eens af en toe langs. Andere dochter komt eens meeschieten als kennismaking. Wordt een familie gebeuren, wordt veel gezelliger. En het imago verandert daardoor natuurlijk ook ontzettend door. En daar zijn wij zeer gelukkig mee dat het die kant op gaat. En dat proberen wij ook, zoals u gezien hebt, met jeugd, mogelijkheden allemaal te faciliteren. Dat we die kant ook op kunnen en willen gaan. Netjes. Ja, het belangrijke, schieten is voor iedereen en het is gewoon leuk. Je kunt het van oud tot jong, je opa kan het met zijn kleinkinderen doen, vaders en moeders kunnen het doen. Alles is daar mogelijk.